In de wereld van het vermogensbeheer, dan ben je onder de 1 miljard, ben je nog steeds een kleine speler. Maar vinden we niet allemaal samen Amerika helemaal de shit? Wel Amerika minstens zulke afschuwelijke dingen gedaan heeft. Dat vertelt je alles, hè? Dus ons beste Kamerlid moet weg, omdat hij zijn werk te goed doet. Welkom bij de Lotgenoten Podcast in samenwerking met Hard Times Unite Strong Men. Het evenement waar mannen weer mannen kunnen zijn en ze niet werken aan afbreken van zichzelf zoals op de meeste evenementen gebeurt. Maar het opbouwen van zichzelf, fysiek, mentaal en ook financieel. En dat laatste stukje financieel, daar gaan we vandaag een stuk dieper in duiken. Met enerzijds een bekende gast in Jur van Groenigen en anderzijds een hele speciale gast, Willem Middelkoop. Willem, welkom. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Zelf al jaren luister ik naar de podcast die je gedaan hebt met verschillende mensen. Ja. Denk ooit een keer erin gerold met een podcast van Madelon Vos. En daarna eigenlijk steeds meer ontdekt wat ik allemaal niet wist. Dat er een heleboel gedachten achter dat financiële systeem zaten. Wat ik had geleerd op de middelbare school van hoogconjunctuur en laagconjunctuur. Ja. Had iets meer handen en voeten dan wat ik initieel dacht. En daarmee eigenlijk zeer geïnteresseerd geraakt. En daar ook meer mensen zoals Jur in mijn netwerk gekregen, waarmee ik over dat soort dingen kan sparren. Maar nu in de huidige situatie waaraan we verkeren, de link naar het evenement Hard Times Unite Strong Men, lijken er financieel best wel wat hard times aan te komen. Er zijn veel instanties die heel hard hun best doen, naar mijn optiek, om te doen alsof dat niet zo is. Maar er lijken veel seinen te zijn dat er dingen gaan gebeuren. En daar willen we graag vandaag wat dieper op ingaan. Mooi. Dus welkom. All yours. Ja. Het eerste is denk ik interessant om wat dieper op in te duiken. Kort, wie ben je? Wat doe je voor die 5 mensen die kijken die dat niet weten? Ja, een hele hoop mensen denken dat ik nog steeds bij RTL werk. Want dat heb ik 7 jaar lang gedaan als beurscommentator. Zoals Fred Emmer altijd weerman bleef, blijf ik altijd beurscommentator van RTL. Maar goed, dan ben ik in 2008 weggegaan om ondernemer te worden, fulltime ondernemer. Ik ben als ondernemer wel geweest. Ben vroeger heel lang freelance fotojournalist geweest. Tussen 1980 en 2000. Geëindigd als chef in de beeldredactie bij het Parool, onder Matthijs van Nieuwkerk. Daarna heel geïnteresseerd geraakt eigenlijk in de wereld van het geld. In de jaren 90 voelde ik altijd al een soort ondernemer. Ik zag altijd overal geld liggen. Moest alleen even bukken om het op te rapen. Dus ik ging in vastgoed speculeren al in de jaren 90. De buy-to-let market. Appartementen verhuren en expats. Dat was toen eigenlijk, deed bijna nog niemand. Doet nu iedereen. Dat is toen een nieuwe markt. Je kon toen nog alles 120% financieren. Dus ik nam gewoon 7 keer een eerste hypotheek bij de ING. Met 120% financiering. Ik stak er geen gulden eigen geld in. En heb daar best veel geld toen al op vrij jonge leeftijd mee kunnen verdienen in de jaren 90. Daarna dus meer verdiept in de achtergrond van de wereld van het geld. Uiteindelijk beurscommentator daardoor geworden. Aan mijn eerste boek gewerkt, Als de dollar valt. Dat kwam uit in 2007. In totaal 8 boeken gepubliceerd. Over de wereld van het geld, maar ook over energie. Ik vind olie en energie. Ik heb de Tesla-revolutie geschreven. Ik voel me nog steeds een journalist. Ik voel me ondernemer. 2 bedrijven begonnen in 2008. Allebei edelmetaal gerelateerd. Omdat ik zag de crisis toen aankomen. En dacht dat mensen weer terug zouden willen vluchten naar goud en zilver. Amsterdam Gold opgezet. 3 jaar later verkocht. Hadden we 100 miljoen omzet. Dat is een webshop voor edelmetaal. Oh. Aan Peter Paul de Vries verkocht. Van Value 8. En het Commodity Discovery Fund opgericht. En dat run ik nog steeds. En dat is een heel boutique beleggingsfonds. Eigenlijk een soort gespecialiseerd hedge fund. Wij investeren in de wereld van de grondstoffen. En investeren in kleine bedrijven. Die grote ontdekkingen doen. Gebied van goud, zilver, koper, nikkel, zink, battery metals. We hebben nu zo'n 150 miljoen onder beheer. Van 2000, een beetje min of meer vermogende Nederlanders. En dat run ik fulltime. En we zijn nu na 15 jaar net klaar met bouwen voor mijn gevoel. Gaat nu serieus worden. Kijk eens aan. Nice. Dat is mooi. Ik hoor ondernemers dat elk jaar zeggen. Nu gaan we het echt serieus doen. Volgens mij is dat iets wat je altijd achterna blijft jagen. Bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis waren wij nog maar 25 miljoen groot. 25 miljoen onder beheer. En dat is nu 125 miljoen, 150 miljoen. Dus dat is de laatste 3 jaar. En dan kom je echt in de next league. Hè? Ja. Ga je team uitbreiden. Mm-hmm. Als je over die 100 miljoen gaat, dan ga je een beetje meedoen. Het is nog steeds klein bier voor de hele grote jongens. Maar als boutiquefonds ben je dan een redelijk serieus speler geworden. Ja. En voor de mensen die, want er zijn heel veel mensen die dat gelijk afvragen, vanaf hoeveel geld kan je instappen? Dan hebben we die vraag maar gelijk al gehad. Ja, dat was altijd 25.000 euro. Dat hebben wij verhoogd, verdubbeld naar 50.000 euro. We kregen op een gegeven moment te veel kleine klanten. Dat klinkt een beetje arrogant. Ja. Maar ik kreeg op een gegeven moment 100, 150 nieuwe klanten per maand. En dan moet je ook onboarden.
En we hebben besloten dat we niet voor iedereen zijn. En ik zeg altijd, je bent welkom bij ons met 10, hoger 20% van je vermogen. Het moet horen in een gespreide portefeuille. Ik ben heel erg voor spreiding. Dus kom niet met al je spaargeld bij ons. En dat is een beetje het verhaal. Cool. Ja. Nou, er zijn in ieder geval een hoop mensen die hun doelenlijstje nu weer wat omhoog kunnen schuiven. Ik heb echt veel mensen gesproken die zeiden, ja, ik ga 25.000 euro bij elkaar sparen en dan ga ik bij Willem beleggen. Nee, dat gaan we niet. Helaas. Nee, nee. Nou, dus 10%, 50.000, 5 ton. Dat is het nieuwe doel op het lijstje. Ja, precies. Mooi. Mooi. Waar ik wel benieuwd naar ben, voordat we helemaal over BRICS en CBDC's gaan praten en zo. Jij zegt van, hey, we zijn eigenlijk in 3 jaar tijd van, 25 tot 50 miljoen naar 150 miljoen gegroeid. Ja. Ben jij erachter wat die exponentiële groei heeft veroorzaakt? Ja, er kwamen een aantal dingen samen rondom die coronacrash. Belangrijk eerste is dat mensen allemaal opgesloten thuis zaten. Dus iedereen ging video's kijken, podcasts kijken. Dus we zagen, ik had al vrij veel podcast gemaakt daarvoor. Of eigenlijk als gast in podcast opgetreden, bijvoorbeeld bij Madelon Vos. Dus je zag echt exponentieel dat mensen meer met je verhaal werden geconfronteerd. Overheden losten de coronacrisis op, eigenlijk de geldkraan aan te zetten, met name in Amerika, iedereen geld en checks te sturen. Dus mensen kregen voor het eerst het gevoel van, hey, hier zou wel eens grote inflatie uit kunnen komen. Wordt er nu niet heel veel geld uit het niets gecreëerd en die inflatie kwam dus ook. En als je inflatie krijgt, dat weten wel een hele hoop mensen, dan moet je eigenlijk in grondstoffen zitten. Dat is een hele goede inflatie hedge. Dus er kwam En er kwamen allemaal tekorten, hè? Er kwamen allemaal toeleveringsproblemen. Dus iedereen begon het ook over grondstoffen te hebben. En dus eigenlijk ontwikkelde zich een perfect storm. Het verhaal wat wij al 15 jaar probeerden te vertellen, van let op, er is geldontwaarding, let op, grondstoffen worden schaars. Let op, er komt inflatie aan. Opeens begon het allemaal te ontstaan. Dus waar wij vroeger heel erg ons best moesten doen om mensen te waarschuwen van, pas op jongens, dit komt eraan, schrokken ze toen opeens allemaal wakker. En dan merk je toch dat je een hele hoop zaadjes hebt geplant bij mensen. Dat mensen weten, oh ja, verrek. Willem roept dat al jaren. En mensen hadden ook geld over. Dus echt kwam alles samen. En dat verbaasde me eigenlijk wel. Ja, all right. Mooi. Ja. Dan ben ik ook nog wel benieuwd van, oké, je zegt, ik ben nu pas net begonnen. Meer dan 100 miljoen onder beheer. Dat is aardig wat voor een gemiddelde persoon. Wanneer speel je dan echt het spelletje mee, volgens jou? In de wereld van het vermogensbeheer, zeg maar, beleggingsfondsen, dan ben je onder de 1 miljard ben je nog steeds een kleine speler. Mm. Als je kijkt naar die ranglijstjes. Weet je, grote hedge funds, die hebben tientallen miljarden. Dus als je 1 miljard hebt, ja, dan begin je mee te doen met de grote jongens. Maar je hebt een hele hoop boutiquefondsen. In de wereld van de hedge funds, gespecialiseerde fondsen, heb je een hele hoop kleine hedge funds. Waar die zijn met 5, 10, 20, 30 miljoen bezig. Heel veel traders die proberen een eigen fondsje te starten. Dus je vindt ook heel veel kleine jongens. Je hebt een hele grote long tail. Nou, daartussenin zit er dus een groep fondsen, zoals wij. Die zitten dan zeg maar tussen de 100 miljoen en zeg maar een half miljard. Ja, die bestaan vaak al iets langer. Het zijn jongens die hebben bewezen het spelletje te snappen. Dus de cowboys zijn daaruit. En als die het goed doen en hun strategie werkt goed, kan je dan heel makkelijk van 100 miljoen naar 1 miljard groeien. Is veel makkelijker dan van 3 miljoen naar 100 miljoen gaan. Mm-hmm. Ik ben wel eens bang. Ik zeg wel eens op kantoor, ik hoop dat wij onder de 1 miljard blijven. Omdat we komen uit een bear market in grondstoffen. Dus neergaande prijzen. Begint nu een boommarkt te ontstaan. De waarderingen in de wereld van de grondstoffen waar wij in investeren, beursgenoteerde grondstofbedrijven, liggen op een 100-year low. Vergeleken de S&P 500. Daar hebben we gewoon grafieken voor. Dus je betaalt bij ons 5-6 keer de winst voor bedrijven. Nou, terwijl Apple is 25 keer de winst en dan zeg je dat is goedkoop. Mm-hmm. Ik kan je bedrijven laten zien gewoon 5-6 keer de winst. Hetzelfde als dat je huur of een pand koopt met tegen 5 keer de huur. Dan koop je hartstikke goedkoop. Ja. Nou, wij hebben dus allemaal van dat soort hele ondergewaardeerde assets. Nou, die kunnen heel makkelijk maal 5, maal 10 gaan. Zeker in een boelmarkt als dan de onderliggende koperprijs of goudprijs ook nog gaat stijgen. En moet je voorstellen dat je maal 5 of maal 10 gaat. Dat hebben we al eerder meegemaakt trouwens in onze wereld. En je bent al 100 miljoen groot. Je gaat maal 5, dan ben je 500 miljoen groot. Maar er komt ook instroom. En die instroom is heel groot. Zeker als er een boelmarkt is. Dat hebben we in de jaren na de coronacrash gezien. Kwamen er 40, 50 miljoen per jaar nieuw geld binnen opeens. Dus dan hoeft er niet zoveel te gebeuren dat je van 100 miljoen heel snel naar 600, 700 miljoen gaat. En
onze strategie is vrij uniek. Wij investeren in relatief kleine bedrijven die grote ontdekkingen doen. En relatief kleine bedrijven betekent dat zijn bedrijven die wij gaan dan investeren. Dan zijn ze nog maar 50 miljoen groot. En als je dus te veel vermogen onder beheer hebt, dan kan je dat niet kwijt in relatief kleine bedrijven. Dus daarom hebben wij een sweet spot. Zeg maar tussen de 100 en 300 miljoen vermogen onder beheer als onze sweet spot. Word je groter, dan kan je die strategie niet meer zo goed spelen. Ja. Een Robeco met 6 miljard of een Merrill Lynch World Gold Fund met 6 miljard onder beheer kan deze strategie eigenlijk niet spelen. Nee. The small is beautiful in ons vak. Mm. Kijk eens aan. Dus we hopen echt klein te blijven. Ah. Straks moet je naar het volgende level. Ja, en daar hebben we ook al een plan voor. Daar gaan we het fonds opsplitsen. Dan komt er een B-fonds naast. En dat B-fonds gaat in de BHP's en de Rio Tinto's investeren en de grote ETF's. Dan zeggen we, dat is ons defensieve fonds. Daar kan je heel veel geld in kwijt. En we hebben onze agressieve, offensieve strategie. Die kleine bedrijven die grote ontdekkingen doen. Meer high risk, high reward. Dan kan je daar een deel van je geld in. Dus daar gaan we het gewoon opsplitsen. Dus we hebben er al een plan voor in de koelkast staan. Mooi. Nice. Ja, want ik zat wel te denken van, ik ben het daarmee eens. Alleen dan ga ik toch gelijk denken van, ja, hoe doet een Ray Dalio dat dan met Bridgewater bijvoorbeeld? Dat is een heel andere strategie, hè? Ja, uiteraard. Maar als je kijkt naar Warren Buffett, hè. Warren Buffett heeft alleen al 100 miljard cash volgens mij nu. Ongelooflijk veel geld wat hij moet wegzetten. Hij kan alleen maar in de Apples van deze wereld investeren. Ja. En dat is een enorme beperking. Ja, dat is eigenlijk geen fijne situatie. En hij is daar gekomen door succes. Natuurlijk klein begonnen ooit. Maar ik denk dat hij was terugverlangd naar 30, 40 jaar geleden. Dat hij veel minder geld te beheren had. En dat hij veel meer special situations op kon zoeken. Ja, zo bijzonder. Die kant van investeren heb ik nog niet vaak belicht zien worden. Inderdaad, dat je op een gegeven moment zoveel vermogen hebt. Dat gewoon kleine investeringen. Ja, dat werkt niet. Nee. Dan koop je bij wijze van spreken elke keer het hele bedrijf. Ja, dat is. Ja. En dat geldt ook, mensen vragen mij vaak van, proberen jullie pensioenfondsen binnen te krijgen als belegger? Nee, nooit. Ik wil niet eens met pensioenfonds praten, om een aantal redenen. Die gaan eerst 9 maanden due diligence doen. Moet je ongelooflijk veel papierwerk op gaan leveren voordat zij een beslissing kunnen nemen. En als ze een beslissing nemen, dan komen ze meteen met 50 miljoen binnen. Maar ja, we zijn maar een goed 100 miljoen. Dan krijg je 50 miljoen. En als je niet goed presteert, dan wordt het na 3 kwartalen weggetrokken. Dan ben je je grootste investeerder kwijt. Bij ons is de grootste investeerder 5% van ons fonds. Dus je kan nooit in problemen worden gebracht doordat één investeerder weggaat. Ja. Want dat is ook vaak een probleem. Ja. Hoe is het überhaupt met het, even plat gezegd, opschalen van zo'n fonds? Van, zit het qua werk en zaken ook veel meer zoden aan de dijk als je van bijvoorbeeld 100 naar 500 miljoen gaat? Of valt het wel mee aan mensen? Nee, je kan, of je nou toen wij 20 miljoen onder beheer hadden en in vergelijking toen we 150 miljoen onder beheer hadden, doe je eigenlijk met dezelfde ploeg. De tickets worden groter. Ja. Vroeger deden we veel onderhandse financieringen, noemen we private placements. En investeerden 25 of 50.000 in zo'n bedrijf. We hebben nu gezegd, het minimum is nu 250.000. Dus je ticket size wordt groter. Je hebt niet per se meer mensen nodig. Maar het voordeel is wel, als je door die 100 miljoen gaat en je hebt meer, komt meer vaste fees binnen. Ik kan nu wat meer uitbesteden. Ik doe de dingen die ik nu echt goed kan en echt leuk vind. En je hebt een team van mensen die meehelpen om de klussen te doen die je vroeger ook allemaal zelf moest doen omdat je klein was. Ja. En wat is dan jouw kracht? Wat zijn dan de klussen die Willem wel doet? Ja, dat is toch het. Wij jagen altijd. Ik noem het altijd vissen voor grote jongens wat wij doen. We hebben 100 hengels in het water van investeringen, bedrijven die bezig zijn een grondstofontdekking te ontwikkelen. Toen wij de gasbel vonden in Slochteren in Groningen, dat was eigenlijk een binair event. Je boort, je slaat een put en je vindt gas. En uit geofysisch onderzoek weet je ongeveer hoe groot die gasbel is. En dan is dat dus een binair event. Het is 0 of 1. Je hebt niks of je hebt heel veel. Als je voor koper naar koper drilt of naar zilver of naar goud, dan heb je te maken met aders. Dus stel wij drillen hier en vinden hier een goudader, dan weten we dat hier goud ligt. Maar dan moeten we over elke 25 meter, 50 meter opnieuw drillen om te kijken of het daar ook nog ligt. Nou, dat proces, stel je hebt beet, je hebt een goudader gevonden of een koperader, dan heb je 1 tot 4 jaar nodig om eigenlijk in kaart te brengen hoe groot die ontdekking is. En in die periode kan je als belegger, ik noem het dat, legale voorkennis hebben. Want als ik dat heel erg volg en dat spelletje snap, dan kan ik op de achterkant van een bierveldje op basis van een paar datapoints eigenlijk al uitrekenen hoe groot dat kan gaan worden. Bedrijf zelf mag er nog niks over zeggen. Die moet het eerst onafhankelijk aantonen dat dat er echt allemaal ligt.
En dat spel, dat noem ik dus een soort vissen voor grote jongens. We hebben allemaal of hengels in het water. En zo af en toe zie je dat die dobbel heel erg omhoog gaat, op en neer gaat. En denk je, dit zou wel een hele grote vis kunnen zijn. En dan ga ik echt dag en nacht researchen. En ik heb het ook weer deze vakantie gedaan. Ons hele team was bijna op vakantie. Ik was ook op vakantie, maar ik werk dan gewoon door. En ik zat letterlijk in de auto. Ik liet mijn vrouw rijden, want ik zei, de beurs gaat zo open. Dus ga jij maar sturen, dan kan ik even kijken of er nog nieuws is. En toen was er groot nieuws, een koperontdekking in Arctisch Canada. En toen ben ik letterlijk vanuit de auto het researchproces gaan starten. Onze trader gebeld, de eerste aandelen gekocht. En dan ben ik 24 uur per dag bijna daarmee bezig. Dan slaap ik eigenlijk niet. Want dan wil ik alles van weten en dan ga je de oude dingen terugzoeken, de oude persberichten. En omdat wij dit al zo lang doen, ik doe dit al privé 20 jaar, als fonds al 15 jaar, dan voel je op een gegeven moment redelijk aan of het wel of niet iets groots is. En dit lijkt nu echt een... De CEO van dat bedrijf heeft gezegd dat deze fonds, deze koperfonds, zou global implications kunnen hebben voor de kopermarkt. Dus... En het mooie is, it's very early stage. Je koopt het hele bedrijf nog steeds voor 100 miljoen. Oh. Moet je voorstellen, als je een koperfonds doet met global implications, dan kan zo'n bedrijf in potentie, en ik heb het zien gebeuren, van 100 miljoen naar 10 miljard gaan. Dat is niet normaal. En daar zitten we nu middenin. Ik ga het fonds hier ook niet noemen, dan gaat iedereen dat kopen. en het is nog interessanter, omdat... Het project was vroeger van een Canadees bedrijf, waar wij jarenlange grote investeringen hadden, omdat wij wisten dat hier mogelijk een hele grote ontdekking kon worden gedaan op basis van geofysisch onderzoek. Het lukte hen toen niet om de juiste zones te vinden. Toen hebben ze het project overgedaan aan een Australisch beursgenoteerd bedrijf, die 80% kan verdienen in dat project door 10 miljoen daar te investeren. Zij houden die 20%. Dus wij kopen nu van beide bedrijven op de beurs. En nou goed, dat zijn de spelletjes die wij spelen. Het is heel gespecialiseerd. Ja. Heel leuk. Strategisch ook. Okay. Heel leuk. Ja. Hoe rol je daarin? Want dat is bijna een soort van modern day financieel goud zoeken. Ja. Klinkt bijna als een soort van Indiana Jones avontuur waar ze op zoek gaan. Hoe rol je daarin? Want dat is niet snelle cijfertjes op de beurs. Dan komen we eigenlijk op jullie podcast toch, de basis van jullie podcast. Ik was geïnteresseerd in het financiële systeem in de jaren 90. Ik had 8 hypotheken per ING op basis van mijn groene ogen gekregen. En ik wist dat ik ongekende leverage had, want ik had er 0 eigen geld in gestopt. En die markt ging 10-15% elk jaar omhoog. Want dan dacht ik heb ook die maximale leverage als het naar beneden gaat. Dus ik ben me toen gaan interesseren voor financiële cycli, monetaire cycli. Ik kwam erachter dat we in een bubbeleconomie zaten eind jaren 90, internetbubbel. Werd daar een beetje nerveus over. Ging toen nadenken, hoe zou ik me kunnen hedgen? Hoe kan ik me beschermen dat als er een crisis komt? En toen kwam ik achter dat je dan echt goud en zilver moet hebben. Ik ben in 2002 al mijn eerste fysieke goud gaan kopen, en zilver. En toen ben ik die wereld gaan onderzoeken. En toen kwam ik erachter dat de wereld van de edelmetalen en eigenlijk van de grondstoffen, ja, die moet je ontdekken in de grond. Dus er zijn bedrijven die hebben dat in de grond zitten. En misschien is dat wel een goedkopere manier om exposure te zoeken, om een hedge op te zetten door die aandelen in die bedrijven te kopen. Dat begon ik te doen in 2003, 2004. En toen was er op een gegeven moment een zware correctie op de markt. En toen daalden alle aandelen 40-50%. Maar ik had 2 aandelen in portefeuille, daalden veel minder. En die bleken allebei een ontdekking te hebben gedaan dat jaar. Toen dacht ik, ook daar moeten we op focussen. Bedrijven die ontdekking hebben gedaan. Dus stap voor stap rolde ik daarin. En toen ben ik me daar enorm in gaan verdiepen hoe dat werkt. Ontdekkingen in de grondstoffenwereld. Ik heb er een nieuwsbrief over geschreven. Middelkoop Discovery Alert. Stuurde ik alerts uit dat bedrijven een goede drill hole hadden. Nice. Hadden op een gegeven moment 30.000 lezers in 30 landen. Vond ik een mooi bedrijfsmodel. Maar toen had ik een vriend. En die was een bankier. Die zei, Willem, je bent dom, want je verkoopt je beste tips $150. Je moet er een fonds van maken. Zo is het gekomen. Ik snap wel waarom je zo begon te glimlachen toen ik net over mijn nieuwsbrief vertelde. Ja, ik ken dat model. Ja. Oké, dus ik was niet de eerste, jammer. Ik weet wat daar ook nog een fonds. Ja, maar ik heb nu weer een nieuwsbrief. Hè? Patreon heb ik. Ik vind dat een heel leuk model. Okay. Ja, ik zit op Patreon. Ja, om je door de reset te loodsen, zeg maar. Dan zou het zomaar kunnen dat wij heel erg parallel met jou over dezelfde dingen aan het schrijven zijn. Dus ik voel me thuis, jongens, bij jullie. Ja, leuk, kijk, goed zo. Mooi, dat is leuk. Misschien wel een mooie brug daaruit doorpakkend. Er gebeurt nu een hoop in de wereld, hè, dus zowel geopolitiek gezien met het hele BRICS-verhaal, als met CBDC's die er aan lijken te komen. Voor de luisteraars misschien handig om even kort toe te lichten. We zijn natuurlijk gewend dat het Westen, dan bedoel ik Amerika en Europa, een beetje de economische grootmacht in de wereld zijn.
Nu heb je de BRICS-alliantie, dus Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika en een hoop nieuwe spelers te willen toetreden. Die allemaal samen aan het spannen zijn, om het zo te noemen, om eigenlijk een economische powerhouse te worden. Ja. En die willen ook hun eigen valuta, heb ik inmiddels gezien. Hoe kijk jij daarnaar met, eigenlijk gewoon een hele brede vraag, hoe kijk je daarnaar? Mega interessant, nog sterker. Ik vind het allerbelangrijkste onderwerp op dit moment in ons vak. Nog sterker, ik ben begonnen aan een nieuw boek, terwijl ik had beloofd dat niet meer te doen. En die noem ik de BRICS Reset. Ik heb de Big Reset ooit geschreven, ik noem dit de BRICS Reset. Want eigenlijk wilde ik de Big Reset updaten, maar toen dacht ik, er gebeurt zoveel, dus gewoon een nieuw boek. Je zou het ook de BRICS Revolutie kunnen noemen als titel voor het boek. Dus zo belangrijk vind ik het. Okay. Ik denk dat dit... Macron heeft gisteren in een toespraak voor zijn eigen ambassadeurs gezegd dat de BRICS-landen proberen een parallel systeem op te zetten. Omdat ze het Westerse systeem oneerlijk vinden. Nou, dat is precies dezelfde analyse die ik heb gegeven de afgelopen 3 interviews die ik heb gegeven nadat de BRICS-conferentie was beëindigd. Ja. Dus ik denk dat Macron dat heel goed schetst en heel goed analyseert. En dat is eigenlijk helemaal in tegenspraak met wat je in de media leest. Want in de media wordt er om gelachen of het wordt genegeerd. Of het wordt gezegd, het zijn alleen maar losers die bij elkaar komen nu. En die kunnen nooit overeenstemming vinden over waar ze naartoe moeten. Ja. Maar ik denk dat China leidend is in die BRICS-alliantie. Zoals Amerika leidend was in de alliantie in en na de Tweede Wereldoorlog. Amerika greep dat aan om een nieuw financieel systeem te introduceren in Bretton Woods. Waarbij de dollar de wereldmunt zou worden. Herinner je misschien nog? Nou, niet dat je erbij was, maar uit de geschiedenisboekjes. Ja. Keynes had toen een ander plan op tafel namens de Engelsen. Dat we de bankor als wereldmunt zouden introduceren. De bankor zou van niemand zijn. Er zou een IMF komen, die zou die bankor moeten runnen. Amerika wilde het natuurlijk niet. Die wilde de hegemonie krijgen. En dat is ook gelukt. Daar is Amerika zo machtig geworden, omdat die dollar, zij kunnen als enige die dollar drukken en wij moeten die dollar allemaal kopen of lenen. Mm-hmm. Omdat al die grondstoffen erin worden afgerekend. China heeft dat systeem heel goed geanalyseerd. De Chinezen, ik ben altijd onder indruk geweest hoe goed de Chinezen op de hoogte zijn. Hoe de hazen lopen in de financiële wereld. Hoe de geopolitieke macht wordt gebruikt en misbruikt. En de Chinezen hebben nu gedacht, als wij voldoende landen kunnen vinden die liever ons steunen dan Amerika, dan gaan wij zeggen, je kan goedkope leningen krijgen in renminbi. Dan kan je daar grondstoffen mee kopen. We helpen je te financieren. Mm-hmm. Maar in ruil daarvoor moeten wij met ons geld, met onze renminbi bij jou, spullen kunnen kopen die je aan ons kan exporteren. Mm-hmm. En de BRICS-alliantie is eigenlijk de marktplaats voor dat idee. Ja. Mm-hmm. En de BRICS-alliantie wordt verkocht, zeker door Rusland. We gaan een eigen munt beginnen die misschien wel goud gedekt is, wat dan een nieuwe wereldmunt is. Maar ik denk dat China stilletjes hoopt dat dat toch niet gaat werken, omdat India er niet mee wil doen of een ander land niet. En hoopt dat ze kunnen herhalen wat Amerika heeft gedaan door haar munt, de Chinese renminbi, in te gaan zetten als een soort handelsmunt die in die BRICS-alliantie voor alle bilaterale handel wordt gebruikt. Om in af te rekenen, om de handel in te settelen. Mm-hmm. En ze gebruiken daarvoor de Shanghai als basis voor de nieuwe BRICS-bank, de New Development Bank, die al een aantal jaar bestaat. En de Chinezen zijn zo slim geweest om de voormalige Braziliaanse vrouwelijk president, mevrouw Rousseff, daar president van te maken. Dus moet je nagaan, China creëert een nieuwe BRICS-bank, maar vraagt een Braziliaanse president dat te gaan leiden vanuit Shanghai. Om daarmee aan te geven, wij doen dat samen met jullie, hè, Brazilië, Rusland, India, China. En ze hebben nu 6 landen uitgenodigd, waaronder Saudi-Arabië, om daar ook aan deel te gaan nemen. En dat is extreem significant, want Saudi-Arabië is eigenlijk de kurk geweest waarop de dollar drijft sinds 1974. Mm-hmm. 1944 hadden we dus Bretton Woods, start van het dollarsysteem. In 1971 ging dat fout, omdat de dollar werd ontkoppeld van goud door president Nixon. Omdat Amerika had beloofd dat je overtollige dollars altijd om mocht ruilen voor fysiek goud. Dat deden een hele hoop Europese landen. In 1971 zei Nixon, dat doen we niet meer. Die dollar is ongedekt. Er kwam een dollarcrisis. En toen heeft Kissinger een geniaal plan bedacht. Als we nou Saudi-Arabië zo gek kunnen krijgen met de OPEC, dat ze hun olie altijd alleen maar in dollars verkopen, dan hebben wij weer een soort solide basis onder die dollar. Dat noemen we de petrodollar deal van 1974. En de belofte dat alle olie alleen maar in dollars werd verkocht, is sinds vorig jaar dus doorbroken door Saudi-Arabië. Want die verkoopt nu ook olie aan China
in renminbi, in yuan. Zo interessant, want de VS kan daardoor ook minder met de stok slaan waar ze altijd mee sloegen. Dus ze kunnen heel moeilijk dan sancties heffen en zo. Nou, en dat, daar noem je het toverwoord, want door de inval in de Oekraïne heeft Amerika opnieuw het sanctiewapen uit de kast getrokken en heel zwaar ingezet. Zijn financiële reserves geconfiskeerd van Rusland. En een aantal landen hebben nu gezegd van Jezus, als dat zo makkelijk kan, dan gaan wij nu ons hedgen op onze dollarrisico's. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat er nu heel veel belangstelling is van meer onafhankelijke landen om zich aan te sluiten bij deze BRICS-stroming. Vergeet niet, er zijn 140 landen in de wereld die niet meedoen aan de sancties. Alle landen in Midden-Amerika, Zuid-Amerika, alle landen in Afrika en het Midden-Oosten. De meeste landen in Azië doen niet mee met de sancties. Niet omdat ze Poetin een geweldige vent vinden, maar omdat ze het hebben gehad met onze dubbele moraal, onze hypocrisie. Het misbruiken van het financieel systeem als wapen. En China voelt dat heel goed aan. China voedt dat ook goed, die sentimenten. En nodigt ze uit die 140 landen om bij hun club te komen. En als Saudi-Arabië nu inderdaad die pivot maakt, die draai maakt van west naar oost, that's major. That's major. Ja. En we weten dus sinds vorige week dat Saudi-Arabië officieel is uitgenodigd. Die geruchten gingen al. En je weet hoe het gaat in die wereld. Je wordt niet officieel uitgenodigd en het wordt niet genoemd als daar niet overeenstemming al over is bereikt. Ja. Alleen Saudi-Arabië moet zeggen, wij moeten dat nog bestuderen. Die moet Amerika nog te vriend houden. Maar dit is voor mij het succes van BRICS en Macron snapt dat heel goed. Ja. En Macron heeft ook, had zichzelf uitgenodigd dat hij ook aanwezig wilde zijn met de BRICS-conferentie. En dus gezegd, nee, willen jullie niet daarbij. Ja, duidelijk. Want dit lijkt heel erg daar naartoe te bewegen, dat die BRICS-landen dus die shift gaan maken. Ja. Amerika wil zich natuurlijk met de hand en tand daartegen verzetten. Wat zou Amerika kunnen doen om dat ook daadwerkelijk te voorkomen? En is dat nog een scenario dat kan? De dollar goud gedekt te maken. Als Amerika de dollar weer goud gedekt zou maken of goud gelinkt en eigenlijk die dollar dus heel sterk te maken, dan nemen ze eigenlijk de wind uit de zeilen van de BRICS-landen die dat mogelijk met hun munt gaan doen. Want vergeet niet, na de val van Lehman, hè, na de grote financiële crisis van 2008-2009, zijn heel veel landen wakker geworden, zijn achtergekomen dat dat financiële systeem natuurlijk kwetsbaar is, dat dat eigenlijk een kaartenhuis is. Dus je hebt gezien dat alle landen ten oosten van Duitsland relatief veel goud zijn gaan kopen, accumuleren, met name Rusland en China. Dus die hebben zoveel goud nu verzameld, die landen. Dus het hart van de BRICS-landen hebben zoveel goud dat ze heel makkelijk zouden kunnen zeggen, wij gaan onze BRICS-munt goud gedekt maken, waardoor de dollar extreem zwak wordt. Dus ik verwacht dat dat gevecht de komende jaren gaat gebeuren. Rusland had al laten lekken een paar weken geleden dat er bij de BRICS-conferentie daar mededeling over gedaan zouden worden. Er blijkt nog oneenigheid te zijn binnen de BRICS. India wil er niet meedoen. India is ook zo'n land, net als Turkije, they play both sides. Hè. Die doen mee met het westen, ze doen mee met het oosten. Ze willen vrienden zijn met iedereen. Dus de BRICS moet nog een hele hoop werk doen om uiteindelijk een gezamenlijke currency, een handelscurrency, al dan niet goud gedekt, om die in de markt te zetten. Maar ze zijn er duidelijk mee bezig en dat is ook bevestigd vorige week tijdens die conferentie, dat ze parallelle financiële systemen en platforms aan het ontwikkelen zijn. Om niet meer in dollars te hoeven handelen, om eigenlijk buiten het Westen te kunnen zaken te kunnen doen. Het is wel interessant, want hoe ik het altijd vroeger voor me zag was gewoon, Amerika is de meest machtige entiteit, om even zo te zeggen. En dan heb je daarnaast heb je nog Europa, wat een beetje eronder. Helemaal na de Tweede Wereldoorlog. En ik had nooit eigenlijk gedacht dat de BRICS-landen, of tenminste zulke landen, bij elkaar zouden komen. En dat we nog, zeg maar die, dat Amerika zo gevoelig zou kunnen zijn, dat ze op een gegeven moment hun dominantie gaan verliezen. En wat voor gevolgen dat van dien zou hebben voor bijvoorbeeld ook voor onze democratie bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat Amerika daar zelf eigenlijk ook door verrast is. Want in Amerika heeft, dat noemen ze de Wolfowitz-doctrine. En de Wolfowitz-doctrine is eigenlijk, Amerika moet ervoor zorgen dat er nooit een land op kan staan die zo groot en machtig wordt dat Amerika wordt weggespeeld. En daar is de Amerikaanse buitenlandse politiek, geopolitiek eigenlijk op gebaseerd. Maar wat China nu heel goed door heeft, is dat je moet gewoon zorgen dat je een alliantie hebt die zo groot en zo breed is. Dat je eigenlijk niet meer te je wordt onkwetsbaar. Want als je gewoon samenwerkt en samenspant en gezamenlijk
die aversie tegen Amerika en het Westen kan omzetten in iets positiefs, een nieuw systeem, elkaar ondersteunen. Ja, dan is Amerika een eiland in de oceaan met 330 miljoen inwoners. Ja. Ja. Ik heb wel het gevoel dat, hoe meer ik van zulke verhalen hoor, en ook wat Amerika over de laatste jaren heeft gedaan, dat Amerika ook een beetje de villain is in deze story. Want ze hebben over de laatste jaren heel veel dingen gedaan, wat je ook al aangaf, die eigenlijk niet kunnen. Ze hebben een hand overspeeld. Ja. En dat zie je natuurlijk vaker. Een onderdeel van het boek wat ik nu aan het maken ben is The Rise and Fall of Empires. En als je dat gaat bestuderen, dan zie je dat op een gegeven moment altijd empire wordt op een gegeven moment volgevreten, arrogant. Nou, Amerika gebeurt dat letterlijk. Mm. Het land is letterlijk volgevreten. De life expectancy van Amerika is sterk aan het dalen. Mm-hmm. Dus dat is gewoon de enemy within, hè, de junkfood. Dat staat synoniem. Het lijkt heel erg op Rome voor de val. Hè, de excessen in Rome. En je hebt ook die 80-year cycle. Hè. Ik weet niet of je het boek kent, The Fourth Turning van Neil Howe. Die beschrijft dat je elke 80 jaar krijg je die grote crisis weer in het systeem. Dan gaat een systeem ten onder, komt een systeem op. Mm-hmm. We zitten nu bijna 80 jaar na Bretton Woods. Hè. In 2024 is 80 jaar. Dus het zijn allemaal fascinerende bewegingen. En Amerika is inderdaad, die heeft haar hand overspeeld. Die heeft zich zo. Die heeft eigenlijk zoveel kwaad gedaan de laatste 10, 20 jaar met die oorlog in het Midden-Oosten. Waar wij aan hebben meegedaan, hè, Nederlandse F-16's. Mm-hmm. Vluchtelingenstromen creëren waar wij last van hebben en Amerika niet. En heel veel landen komen nu achter dat Amerika, die heel veel goede dingen heeft gedaan in de Tweede Wereldoorlog, maar dat ze daarna toch vooral dingen hebben gedaan wat goed was voor Amerika en niet zozeer goed voor de wereld. Mm-hmm. En de weerzin tegen Amerika na de drama's in Afghanistan, in Irak, in Syrië, de Maidan-revolutie die gefinancierd werd door Amerika in de Oekraïne, moeten we niet vergeten. Amerika heeft 5 miljard geïnvesteerd om daar een revolutie voor elkaar te krijgen, om het pro-NATO te maken, pro-Westers, waar Poetin wel op moest reageren. Dat is niet het beeld wat opdoemt als je de Nederlandse of Westerse media volgt, maar dat is wel het echte verhaal. Mm-hmm. En ik heb een boek geschreven, Patronen van Bedrog, wat dat heel erg over dit thema gaat. Dat je als je de media volgt, dan lees je eigenlijk de gespinde verhalen. Het wordt altijd vanuit dat NATO-oogpunt bekeken. Je kan bijna niet meer een afgewogen, neutraal, realistische analyse lezen. Ook niet over Oekraïne. En dit gesprek wat wij hier hebben, nou ga maar nakijken op in de Nederlandse media, op de NPO of waar dan ook. Dit gesprek is nog nergens op tv gevoerd. Nee. Dit kan niet worden besproken, bijna. Terwijl dit het allerbelangrijkste onderwerp is. Hoe komt dat? Ja. Hoe komt dat? Want dat vind ik dus zelf altijd. Ik heb het idee dat ook met de komst van social media veel meer mensen een eigen stem worden krijgen. Die wordt ook gehoord en gezien. Waardoor ik ook het idee heb, bijna een beetje dezelfde attitude die Amerika er dan overhoudt van. Dat media denkt, wij zijn toch het almachtige. Niemand die heeft dat door. Terwijl door die houding aan te nemen, ga je uiteindelijk, denk ik, de race, om zo te noemen, verliezen. Ja, er is sprake van een enorme zelfgenoegzaamheid. Dat zie je terug bij onze politieke structuren, maar ook in onze media. De media is eigenlijk niet meer kritisch op het systeem, op de leiders. Dat is heel apart, want in de jaren 70 was de media extreem kritisch bijvoorbeeld. Hè? Ook bijvoorbeeld tijdens de Vietnamoorlog. Dus de critici van de macht zijn eigenlijk. De waakhond is een schoothond geworden. De media is een schoothond geworden. Er is ook collectief zelfcensuur, vind ik. Ik ben gecanceld door Financieel Dagblad. Ik ben gecanceld door RTL. Echt? Officieel. Ik heb middel van de hoofdredactie. Mijn uitlatingen op social media zijn te riskant voor RTL om zich daar als merk aan te verbinden. Okay. Ja, ik ga er wel goed op, maar dat ben ik. Ja, maar er is een soort alternatieve. Ja, maar er is een soort alternatieve media ontstaan. En letterlijk, jullie zijn daar een voorbeeld van. En wie kijkt er nog naar gewoon tv? Dat zijn de 60-plussers. Dat zijn onze ouders. Mm-hmm. Dat zijn je oom en tante. En dat, je vroeg naar het succes van ons fonds. Ja, tijdens de coronacrisis werden toch mensen toch wel een beetje wakker wat er allemaal gebeurde. Ja. En wat we daarna hebben gemerkt. Er kloppen natuurlijk een aantal verhalen niet die ons worden verteld. Nee. En dat begint nu bijna mainstream te worden. En je ziet het terug in onze politiek. Als Pieter Omtzigt mee gaat doen aan de verkiezingen, dan gaat er een revolutie plaatsvinden, hè, in het politieke veld. En waarom? Omdat Pieter Omtzigt kritisch is op de macht.
kritischer dan onze pers. Mm. En daarom weg moest. En dat vertelt je alles. Hè? Dus ons beste Kamerlid moet weg. Omdat hij zijn werk te goed doet. Ja. En er is echt, er is zoveel mis in ons systeem nu. En we zitten echt aan het eind van een tijdperk. Nou, gelukkig gaat nu politiek, gaan ook heel veel mensen weg. Maar ik vind het fascinerend. Ik vind die grote trends en die grote draaipunten in de geschiedenis, vind ik fascinerend. Ik heb zelf ook vastgoed gekocht in Dubai, omdat ik wil een plek hebben buiten Europa. Maar ik wil ook zien wat daar in Dubai gebeurt. Want Dubai is ook uitgenodigd om toe te treden tot de BRICS. Mm-hmm. Dubai speelt dus ook een heel mooie kernpositie in dat hele verhaal. Ik vind dat fascinerend. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, Willem, is we zitten dus nu aan het eind van een tijdperk en misschien weer het begin van een nieuw tijdperk, als je het zo bekijkt. Ja. Een aantal grote partijen proberen zich steeds meer samen te voegen en je ziet steeds meer globalisering plaatsvinden. Tegelijkertijd zie je ook een soort decentralisatie plaatsvinden. Dus zowel in media, dat is letterlijk wat Koen en Jaro aan het doen zijn, maar ook iets zoals Bitcoin, wat de laatste 10, 15 jaar ineens echt een ding aan het worden is. Prima. Maar tegelijkertijd zitten we ook in een tijdperk waar voor het eerst sinds mensenheugenis technologische ontwikkeling op dat niveau zijn, dat het ook weer complicaties met zich meebrengt, zoals central bank digital currencies. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen voor de komende 5 tot 10 jaar? Nou, er zijn 2 grote gevechten die plaatsvinden. Eén is dat geopolitieke gevecht waar we net over hebben gehad, de BRICS versus Amerika, het Westen. De Westerse alliantie tegen de Global South hebben we voldoende besproken. Die andere grote gevecht noem ik het gevecht tussen het fiat geld, het oude geldsysteem en het digitale decentralized geld. En daar hoort ook bij decentralized finance. Dus als je kijkt naar hoe we handel drijven, wij kopen aandelen op de beurs. En die worden dan gesetteld. De meeste mensen snappen dat niet, begrijpen dat niet. Maar je doet een transactie, maar dan moet je aandelen geleverd krijgen. Dat is dus T+2. Dus na 2 dagen na de handel krijg je die aandelen bijgeschreven in je account. Hè. Er zit een hele back-office achter die je dat allemaal moet doen. Als je aandelen zou handelen gewoon op de blockchain, hoef je die hele settlement niet te regelen. Het wordt gewoon real-time op die blockchain geschreven. Dus er zijn nu, er worden protocollen opgezet, hè, door in de altcoin-wereld, we noemen dat de DeFi space. En dat zijn protocollen waarbij je dus een groot deel van, ja, bijvoorbeeld de hypotheekmarkt, of de staatsleningenmarkt, de treasurymarkt, of de handel in aandelen, dat kan je allemaal gewoon decentralized, blockchain gerelateerd maken. Maar dat zijn revoluties. Dan kan gewoon een Euronext kan ermee stoppen. Of, en daar is de Wall Street, de traditionele financiële wereld, die is daar heel bang voor. Die houden dat ook tegen. Maar ja, dit kan je natuurlijk niet stoppen. Je kan de technologische vooruitgang niet stoppen. Dus dat is een achterhoede gevecht. Dus in het Westen spelen we heel veel een achterhoede gevecht. Ook op dat gebied. Dus ik doe weinig investeringen in, zeg maar, andere beleggingsfondsen. Maar ik heb wel een investering gedaan in een fonds wat in die DeFi space met de experts in Silicon Valley in de goede projecten zit. Omdat ik denk dat dat heel groot kan gaan worden. Ik stop ook een stuk van mijn geld in Bitcoin, omdat Bitcoin is voor mij het digitale goud. Dus de nucleus van de digital assets. Ik denk dat digital assets is een nieuwe wereld. Bestaat nog maar 15 jaar. Dat gaat niet meer weg. Dat wordt groter. Dus ik denk dat je als belegger een stukje in Bitcoin ook moet zitten. Niet te veel, want het is natuurlijk very high risk, high reward. Ja, ik vind dat een hele interessante wereld. En wat denk jij dan dat er gaat gebeuren als we hebben het dan specifiek over Bitcoin bijvoorbeeld. Nou, dat voor de luisteraars die het niet helemaal volgen wat het verschil is tussen bijvoorbeeld Bitcoin en central bank digital currencies, wat ook gewoon een vorm van crypto is wat eraan komt, maar dan ja, maar een vorm van fiat, hè? Eigenlijk wel. Digitale vorm van fiat. Exactly. Hoe ik het een beetje zie is met Bitcoin heb je eigenlijk een soort grote Google Sheet waar iedereen in kan kijken, niemand iets kan editen, maar je kunt wel alle transacties in principe zien en je weet gewoon dat alles legit is wat er plaatsvindt. Mm-hmm. Maar dan hebben we dus straks, waar je nu nog geld hebt op je bankrekening bij de ING of de ABN, heb je straks misschien geld direct bij een centrale bank. Een digitale euro. Of in Nigeria hebben ze al een digitale Naira, als ik het goed uitspreek. Nee. Maar dan heb je dus de partij die het geld creëert, die ook nog eens een keer het geld voor jou eigenlijk beheert. En misschien en zelfs controleert, programmeert, hè? En controleert. Ja, inderdaad. Dat is een hele riskante ontwikkeling. En in potentie
is dat de manier om je echte vrijheid te verliezen? Omdat de overheid je dan inderdaad kan zeggen, ik geef jou geld, maar je mag alleen dit of dat meedoen. Mm-hmm. Of zelfs je eigen spaargeld mag je alleen maar dit of dat meedoen, want anders is er zoveel negatieve rente dat het wegsmelt. En de controle op je financiële doen en laten wordt 100% in potentie, in theorie. Nou wordt er wel gesproken bij de ECB om alle betalingen tot 100 euro anoniem te houden. Ja. Maar in potentie kunnen ze natuurlijk alles doen. Ze kunnen alles volgen. En hele riskante ontwikkeling. Maar ook dat is niet te stoppen. Ik bedoel, nee. Dat spel staat op de wagen. En dat gaan we gewoon niet tegenhouden. Kan ook niet, omdat de techniek is nu eenmaal... Dus die gaat gebruikt worden. En overheden gaan dit presenteren als zeg maar inderdaad iets... waardoor je Bitcoin niet meer nodig hebt. Maar ik denk hoe meer CBDC's er worden uitgerold... hoe meer mensen naar Bitcoin zullen gaan rennen. Is dat in jouw beleving ook de uitweg, om het zo te noemen? Dus goud en Bitcoin? Of edelmetaal en Bitcoin? Ik kom voort uit een wereld dat ik altijd op zoek ben naar het afdekken van risico's. Hè, hedge in de financiële wereld. Ik vertelde het al, dat deed ik eind jaren 90, zocht ik dat al voor mijn vastgoed exposure. Goud en de digitale vorm daarvan, Bitcoin, zijn voor mij natuurlijke hedges. Maar je moet ook daar weer in beide nemen. Kijk, goud kan geconfiskeerd worden. Bitcoin kunnen ze on-off ramps afsluiten. Dus aan beide kanten kan de overheid het je moeilijk maken. Daarom koop ik zelf eigenlijk meer zilver dan goud. Want zilver is zo'n kleine markt, daar zal de overheid niet zich mee bezig gaan houden. Dus ik ben met dat soort, ik doe aan scenario's planning. En ik vertel mensen altijd, wat kan er gebeuren? Inflatie, zeker hyperinflatie. Deflationary collapse, dus banken storten in. Banken kunnen sluiten, beurzen kunnen sluiten. Er kunnen dingen worden geconfiskeerd. En eigenlijk voor al die scenario's moet je, net als dat je een bedrijf hebt, er kan brand ontstaan, de server kan crashen. Je moet gewoon scenario's klaar hebben liggen. En in de financiële wereld, en als je wat rijker bent, betekent dat je niet al je eieren in een mandje moet leggen. Dat je niet al je assets op één fysieke locatie moet hebben of in één land. Vastgoedbeleggers zie ik altijd allemaal in Nederland een vastgoed hebben. Nou, ik heb liever wat vastgoed in Nederland en wat in Dubai of zo. Je kan zo makkelijk met vastgoed tegenwoordig ook over de grens investeren. Maar beleggers zijn nog steeds, ze willen aandelen in Nederland hebben op de AX. Ze willen hun pandjes moeten in Amsterdam zijn. Terwijl de wereld is voor mij een dorp. En je kan overal naartoe. En there's a bull market somewhere always. Hè. Er is altijd ergens een bull market te vinden. Er is ook altijd ergens een bear market. En als je goed de cycli kan herkennen, hè, want alles beweegt in trends, dan kan je zoveel meer met je geld doen en je kan je belangen zoveel meer spreiden. Hoe zou je daarmee beginnen als iemand nu 20 is, komt net van zijn studie, begint met werken of met zijn onderneming en heeft nog niet veel vermogen om te positioneren, maar zegt wel van ja, ik zie het al aankomen. Moet je dan eerst meegaan in dat systeem om je later los te vechten? Of is dat vanaf moment 1 al iets waar je mee bezig bent? Het voordeel als je jong bent, is dat je hebt tijd en je hebt nog een niet gevulde hersenpan. Dus je kan die tijd gebruiken om te studeren. En je neemt, als je er echt in geïnteresseerd bent, je leest 5 boeken. Het gebeurde mij ook toen ik jong was. En binnen 2-3 jaar snap je dingen. Dus gebruik die tijd als je jong bent. Als je het geld nog niet hebt. Later heb je misschien het geld, heb je de tijd niet. Maar gebruik dus die tijd om naar dit soort dingen te luisteren. Ga eens een boek over lezen. Er is zoveel op YouTube nu te vinden. Volg de goede mensen. Het is niet zo moeilijk om achter te komen. En ik wil helemaal niet zeggen dat iedereen zich hiervoor moet interesseren. Dat iedereen zich in geld moet verdiepen. Maar als je verder wil in deze wereld en je wil naar financiële onafhankelijkheid of grotere financiële controle, dan moet je eerst studeren. En wat mensen altijd willen is de quick rich scenario. Hè. Je koopt Bitcoin en dan word je miljonair. Ja, helaas, zo werkt het meestal niet. Het kan een keer zijn dat je geluk hebt. Ik had gisteren een jongen aan de tafel die kwam solliciteren. Die had in de vorige bullrun met zijn studiefinanciering was in een 500k waarde in Bitcoin gegaan. Was daarna alles ook weer kwijtgeraakt. Maar goed, klassiek. Je kan geluk hebben, maar verdiep je erin. Kennis is macht. Wat is het scenario als je dat niet doet? Hè? Want je gaat ook mensen hebben die dat niet doen. En er zijn nu gaan best wel beelden op dat je dan... ik denk een beetje aan Vivo Vendetta, die film. Dat je dan echt helemaal onderdrukt en je kunt niks met je geld. En je bent volledig gecontroleerde puppet. Je ziet het er echt zo bar uit? Kijk, mensen zeggen altijd, dan ben je een financiële slaaf. Ja. En dat klinkt altijd heel erg.
Maar iedereen met een hypotheek is in feite een soort slaaf geworden. Want ja, je moet elke maand dat geld opleveren. Dus wat zie je? Dat worden brave burgermensen. Er is niks mis bij. Dus die kopen een huis en die beginnen een gezin. En die voelen dat ze altijd moeten blijven werken. Of ze nou leraar zijn of wat anders. Ik heb die mensen ook om me heen. Ik ben nu 60. En vrienden om me heen zeggen, ja, ik moet nog 5 jaar of 6 jaar. En die willen eigenlijk niet meer werken. Maar ja, je moet wel door. Ja, ben je dan een slaaf? Ik weet het niet. Voor een hele hoop mensen is dat denk ik een hele prettige manier om oud te worden. Ook al denken ze dat het niet zo is, want het geeft ze vastigheid. Het geeft ze toch een reden om uit bed te komen. Maar er is ook een groep mensen, ik denk dat jullie erbij horen, wij allemaal hier, die een beetje ondernemend zijn, die verder kijken dan een neus lang is, die slim willen omgaan met hun mogelijkheden. Ja, en die mensen adviseer ik altijd, ga niet. Ik kon in loondienst komen als jonge fotograaf bij het ANP. Dat heb ik niet gedaan, terwijl dat een fantastische positie was voor mij toen. Mocht je mee in het Koninklijk Huis of staatsbezoek, je mocht overal aanstaan als van het ANP. Maar ik wist, ik ga 3000 gulden hier per maand verdienen en het wordt nooit meer. Ja, het wordt een keer 3400 of 3500. Maar ik wist dat ik dat leven niet wilde leiden. Dan word ik een middelmatige burger. Ik wist dat ik aan mezelf wilde werken, aan iets dat ik later... Ja, financiële onafhankelijkheid had. Of in ieder geval een ander soort leven. Een niet-modaal leven. En dat heb ik mijn hele leven is dat voor mij leidend geweest. Ja. Ik ken ook ondernemers die willen per se miljonair worden. Die worden dat ook bijna allemaal. Ze gaan een paar keer failliet. Ze proberen dat nog een keer. Maar uiteindelijk, als je echt miljonair wil worden... en je bent gewoon meer... Als je je HAVO hebt kunnen doen... en je bent een beetje ondernemend... dan kan je miljonair worden. Als je hem hard genoeg dat wil en daaraan werkt. Ik denk dat je dat ook wel met me eens bent, of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dus ook wel, dat is tegenwoordig al bijna een controversieel statement. Ja, maar dat zijn al dingen die je bijna niet meer eens mag zeggen tegenwoordig. Maar hier mogen gelukkig alles zeggen. Hier ja, hier zeker ook. Wel. Ja, ja. Zeker. Ja, maar meer dat ik het grappig vind dat... Maar ga uit van die eigen kracht. Want juist. Hoorde ik dat is voor mij het thema van jullie events en jullie stroming. Inderdaad, durf man te zijn. En vrouwen kunnen dat ook. Maar dan wordt er gezegd, die start-up wereld er moeten meer vrouwen in de start-up wereld. Jongens, iedereen is welkom. Iedereen mag een start-up beginnen. Ja. Waarom is het 80% man? Als ik een lezing geef, al mijn hele leven, 80-90% van de mensen is man in de zaal. Mm-hmm. Als ik een lezing zou geven over yoga, dan is 80% vrouw. Er is gewoon een verschil. Maar je mag het niet meer zeggen dat we verschillend zijn. Ja, klopt. Klopt. Ja, ik geloof wel in om te selecteren op competentie. En als je dan kijkt naar wat dan veelal de beste hedge fund managers toevallig blijken te zijn. Lijken blijkbaar mannen. Maar heel eerlijk, als er een vrouw is die het beter kan dan Ray Dalio. Hey, ik investeer daar net zo graag in. Hoor. Ja, dat vind ik ook altijd heel grappig. Die vraag krijgen wij ook wel eens. Wij spreken ook meer mannen dan vrouwen in de podcast. Ja, waarom zijn er niet meer vrouwen in de podcast? En dan, dat vindt jullie doelgroep zeker niet interessant. Zeg ik, nou, ik denk dat je de doelgroep redelijk onderschat. Want dat zijn allemaal hyperrationele mannen. Die gewoon op zoek zijn naar waardevolle informatie. Ik weet een hele leuke vrouw voor jullie podcast. Marleen Everts, die Goals Republic heeft opgezet. Cool. Ja. Oh. En dus echt een vrouw. Ja. Ja, ja. Echt een vrouw. Zoals we een vrouw hopen dat een vrouw is. Ja. Maar... Wat een ballen en wat een ondernemer. Dus, mooi. Wees welkom. Ja, geweldig. Ah, cool. Lijkt ons leuk, ja. Ja. Zeker. Ja, het is wel grappig. Maar die self-fulfilling prophecy, of in ieder geval die manier van kijken naar van... Oh ja, mannen zullen dat wel willen. Zeker de type ondernemer, dat is gewoon rationeel. Is het waardevolle informatie? Kan ik er wat van leren? Maakt het me echt geen moer uit? Nee, maar dat, of vrouw dat heb ik zelf ook. Ja. Maar dat komt, nu kreeg ze toch een mailtje... Of ik tips had voor goede vrouwelijke hedge fund managers, omdat de beste hedge fund verkiezing kwam. Ik zei, sorry, ik ken er niet één. En niet dat we dat niet willen. Ze zijn welkom, maar vrouwen zijn gewoon minder geïnteresseerd in geld. Generaliserend gesproken. Mm-hmm. En zijn iets meer geïnteresseerd in... Je hebt het verschil toch, mannen houden meer van materialistische dingen en vrouwen meer van andere personen. Ja, gevoelens. Ja, precies. Dus dat zie je ook gewoon letterlijk terug. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar ziekenhuisbaantjes. Het werkt daar of het werkt met bijvoorbeeld auto's. Dan zie je alleen maar mannen rondlopen. Vroeger speelden vrouwen of meisjes dan met Barbies en mannen spelen met auto's. Ja. Ja. Het is nog steeds zo op oudere leeftijd. Ja, eens. Ja, aan de ene kant, als ik in het ziekenhuis lig en ik moet door een chirurg geopereerd worden, ja, het boeit mij niet of dat een man of een vrouw is of zo. Aan de andere kant weet ik wel dat als je eenmaal in zo'n ziekenhuiskamer ligt en er moet iemand ook voor je zorgen, heb ik echt liever een zuster dan een of andere vent hoor, die voor me zorgt. En dat is gewoon, ik weet dat vrouwen empathischer, gevoeliger en meer meedenkend zijn. Ja, klopt. Ja, dat zijn gewoon kwaliteiten die zij meer hebben. Ik vind niet dat daar iets mis mee is. Nee. Eens.
Willem, iets wat ik ook interessant is, waar ik zelf veel over nadenk, in de, nou ja, noem het social media, financial space, waar je heel veel schreeuwlelijken hebt en ook mensen die wat minder schreeuwen, maar wel veel ervan af weten. Heb je een beetje voor mijn gevoel twee groepen? De een zegt, je moet een hypotheek en koop een huis, want dat is super verstandig. En dan heb je een andere groep die zegt, je moet nooit een hypotheek nemen, nooit zelf je huis bewonen, want je moet alleen huren. Ik heb je daar ook wel wat dingen over horen zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe je daarnaar kijkt, zeker in de huidige markt, waar je gewoon, als je een hypotheek hebt, bijna evenveel kwijt bent als je huur zou betalen. Je bent, kijk, als belegger moet je volgens mij opportunistisch zijn. Als belegger ben je er niet om te proberen de wereld te veranderen. Je bent om te proberen het systeem te gebruiken, zodat jij daar met je assets beter van wordt. En ik heb geleerd het systeem te gebruiken. En als je het systeem niet gebruikt, dan ben je volgens mij een dief van je eigen portemonnee. En een systeem gebruiken is ook schuld voor je laten werken. We zitten nou eenmaal in een schuldensysteem. Het heeft voor mij altijd heel goed gewerkt. Maar ik ben heel voorzichtig met schulden maken. Maar in vastgoed ben je die van je eigen portemonnee, als goede kansen voorbij komen, dat je, als je geen gebruik maakt van de kredietmogelijkheid. Maar wil je per se inderdaad die vrije jongen kunnen blijven en niet in dat burgerlijke modale wereldje terechtkomen? Ja, ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt, ik wil geen hypotheek. Ik blijf wel huren, maar waarschijnlijk zal ik net 30 jaar constateren. Mijn schoonouders is altijd verteld, het waren onderwijzers, koop maar geen huis, die wonen in het Gooi, huur maar. En die hebben een hele leven lang gehuurd in het Gooi. Die mensen hadden anders nu 1 miljoen gehad aan vermogen. Ja. Ja. Grootste fout uit hun financiële leven, door niet een hypotheek te gaan kopen in, of nemen in de jaren 60. Ik geloof ook dat bijna 90% van de Nederlandse bevolking die meer dan 1 ton vermogen heeft, die heeft dat ook opgebouwd met name door equity in het huis. Ja, en er komt nog een belangrijke, zit ik nu aan te denken. We komen nu in een eindfase van een fiat geldsysteem. En de historie leert dat je in die eindfase krijg je relatief meer geldcreatie en niet minder geldcreatie. Dus je kan zelfs een parabolische beweging krijgen. Dus we denken nu een huis van 1 miljoen is veel. Ik heb mensen die verkopen hun huis, want dan pak ik die 6 ton overwaarde. Ik zeg altijd, over 10 jaar kan het huis van 1 miljoen ook 5 of 10 miljoen zijn. Mensen die de Weimar Duitsland in 2020 een huis verkochten voor 1 miljoen. Dat huis was een paar jaar later 1 miljard. Ja, wel in currency denk ik niks waard was. Maar als ze die miljoen hadden gepakt op de bank hadden gezet, hadden ze echt niks. Ja. En ik ben een beetje bang dat we toch richting een superinflatie, hyperinflationair scenario kunnen gaan. En dan wil je zoveel mogelijk assets hebben en zoveel mogelijk schulden. Ja. Maar goed, dat is geen oproep aan iedereen om zich tot over de nek in de schulden te steken. Maar vanuit een systeemperspectief en een risk-reward perspectief. Ik heb zelf weinig schulden. Maar ik zou wel meer schulden willen hebben om vastgoed mee te kopen. Maar ik ben zelf heel voorzichtig. En ik heb ook een bepaald vermogen opgebouwd dat ik me geen zorgen hoef te maken. Dus dan denk ik, waarom zou ik nou allemaal risico gaan lopen door veel schulden aan te gaan? Omdat ik nog rijker wil worden. Ik hoef geen miljardair te worden. Dus dan, maar ik zit in een andere fase van mijn leven. Ik heb genoeg om het uit te zingen als het moet. En dan vind ik, dan moet ik mijn gretigheid ook in toom houden. Ja. Wat is voor jou dan de definitie van een sterke man? Bijvoorbeeld ook voor je familie. Want daar kan ik ook bij denken van oké, jij bent nu vermogend, maar je wilt ook dat je kinderen vermogend zijn. Nou, daar ben ik heel terughoudend in. Ik heb 2 kinderen, 2 zoons. En die worden omgeven door vriendjes uit Bergen of uit Amsterdam-Zuid. En die bij spreken een nieuwe Range Rover op een 18e krijgen. En dan de kleur niet mooi vinden. Maar of met champagnefluiten zitten te spuiten op de feesten. Maar wij doen altijd heel gewoon. En gelukkig, mijn kinderen vragen, die doen heel gewoon met geld. Dus ik vind dat je, maar terug naar je vraag, hè, een sterke man vroeg je volgens mij. Ik vind altijd als man, dat voel ik, ik wil zorgen, goed voor mezelf zorgen en voor de mensen om me heen. En de mensen om je heen is vooral natuurlijk je eigen gezin, als je dan kinderen hebt. Dus ik wil daar goed voor zorgen dat zij niet in problemen komen.
Ik heb een tweede zoon met wat meer beperkingen, zeg maar. Dus ik weet dat ik hem kan helpen om straks op een prettige manier te leven zonder dat hij baantjes moet gaan nemen waar hij heel ongelukkig van zou worden. Maar je moet je kinderen niet gaan pamperen met geld. Want ik denk dat kinderen heel gelukkig worden van hun eigen weg te vinden en hun eigen succes te vinden zonder dat het allemaal... Warren Buffett heeft die kinderen altijd alleen maar $100,000 gegeven, zodat ze geen problemen hadden. Maar nooit de grote bedragen. Dus die is ook... maar terug naar je vraag, hè, wat is een sterke man? Dus ik vind, je moet zorgen, goed voor jezelf zorgen, voor je vrijheid. Voor je een goed mens te zijn. Je moet goed zorgen voor de mensen om je heen. En dat mag best een brede kring zijn. En ik deel altijd makkelijk. En ik denk dat je daar... dat je daar uiteindelijk ook voor wordt beloond. Ik ken ook mensen die altijd maar rijker willen worden... en altijd maar op zitten potten en niks willen delen. En word niet gelukkiger van. Nee. Zie je ook in de financiële wereld, want dat zie je natuurlijk in de algemene wereld wel heel erg, dat het ook veel individualistischer wordt, maar ook veel meer schuldgevend. Dus wat je heel erg ziet, hè, in de wereld, het is altijd iedereen schuld. En zelf, iedereen moet je accepteren zoals je bent. En dit, ik vroeg me heel erg af of je in de financiële wereld ook, als je de jaren 80 vergelijkt met nu, hoe men de consensus die daarin bestaat, of je daar ook zo'n soort verandering ziet. Nou, we hebben natuurlijk de grootste verandering gezien in begin jaren 80, hè, met Gordon Gekko en Greed is Good en de opkomst van de juppen. En dat was toen... Dat was precies toen ik volwassen werd. Ik behoorde tot de eerste juppengeneratie, of zo, en ons gekeken. We waren niet rijk, maar zoals jullie deden, we droegen nette kleren, we bloden niet en we probeerden succes te hebben in het leven. En dat was dus, je had de krakers. En je had de mensen waar ik studeerde, die allemaal, die waren allemaal gewoon probeerden aan zichzelf te werken, maar op een positieve manier. En die vonden geld wel belangrijk en die vonden geld wel leuk. En die juppencultuur is eigenlijk heel groot geworden. Is eigenlijk mainstream geworden. Mm. En je ziet nu, de jongeren willen allemaal... Iedereen wil rijk worden en een influencer zijn. En dat is nu bijna mainstream. Hè? Dat met geld strooien. Dus ik denk dat we daar een tegenbeweging op gaan krijgen. Maar jullie vraag ging over het financiële systeem. Kijk, in het financiële systeem... Ik zeg altijd, je kan een bankier niet kwalijk nemen dat hij rijk wil worden. En daarom verweet ik ook in de kredietcrisis, ik verweet het de bankiers niet, ik verweet het de toezichthouders. Een toezichthouder betalen wij om ervoor te zorgen dat je de bankiers in toom houdt. En als die waakhond, die toezichthouder, een schoothond wordt, en wat is gebeurd in de financiële crisis, dan hebben ze de toezichthouders een groot probleem. Je kan een bankier niet kwalijk nemen dat hij rijk probeert te worden. Dus je bankier voor. Wat ik daarbij wel een interessante vind, is de eigenaar van BlackRock, of in ieder geval de CEO, dat is Larry Fink, als ik het goed uitspreek. Ja. Hij is dus een van de bedenkers van eigenlijk de producten die toen in de kredietcrisis er uiteindelijk voor zorgden dat de economie... Mede. Ja. Maar hij was tegelijkertijd de gast die dus in 2008 werd opgebeld door de Amerikaanse overheid van, hey, geef ons eens advies hoe we dit kunnen oplossen. Ja, maar kijk, als jij geplaagd wordt door een bende kluizenrovers, en je krijgt een kluizenrover in handen, dan ga je aan hem vragen, vertel ons hoe wij het systeem moeten verbeteren, dat die kluis niet wordt geroofd. Dus je moet het aan de boeven vragen. En kijk, van bankiers kan je zeggen wat je wil, maar ze... De echt goede bankiers, de Wall Street bankiers, ik heb het niet over de gemiddelde bankier aan de Zuidas, maar de top executive, top bankier op Wall Street, die snapt hoe dat systeem werkt. Dan sterker, hij heeft het gebouwd met zijn vrienden en zijn vaders en zijn ooms. En dat systeem, mensen snappen dat vaak niet. Het financieel systeem is niet door de natuur gegeven of de God gegeven. Dat is gewoon gebouwd. Dat is een plumbing system. Dat is een systeem met allemaal buisjes en knopjes. En als je weet hoe dat werkt, dan kan je er maximaal van profiteren. En die financiële crisis, die kregen we natuurlijk omdat er enorme financial engineering heeft plaatsgevonden, waarbij er allerlei producten werden getoverd, waarbij risico's konden worden weggetoverd. En onze pensioenfondsen konden worden volgehangen met risicovolle producten. En inderdaad, dat kan je die mensen, die bankiers en die quants in zekere zin kwalijk nemen. Maar ook daar geldt weer voor, dat had veel meer regelgeving moeten zijn. Amerika heeft dat allemaal veel te veel vrijgelaten. Maar wat ik het Nederlandse financiële systeem of toezichthouders kwalijk neem, is dat zij accepteren dat zij laten gebeuren dat onze pensioenfondsen worden volgehangen met risico's. Er worden door Wall Street echt producten ontwikkeld om Nederlandse pensioenfondsen te targeten. Omdat hier zo'n grote pensioenbuit te halen valt. En wij doen nog steeds alsof Amerika onze vriend is, ook op dat gebied.
en vertrouwen in de Amerikanen, terwijl keer op keer duidelijk is dat we worden bedrogen door Wall Street. Hoe komt het dat wij zo'n vertrouwen hebben naar die Amerikanen? Dat daar politiek omdat ze ons bevrijd hebben. Ze zijn de grote redder. Ja. En omdat Amerika zogenaamd het meest vrije land ter wereld is. En de grootste democratie. En Amerika weet als geen ander. Ik heb er veel over geschreven in de boek Patronen van Bedrog. De CIA heeft hele programma's gehad waarbij ze 100 journalisten op de payroll hadden. Amerika weet heel goed hoe ze de opinie kunnen beïnvloeden. Als er een oorlog is, dan verzint het Pentagon elke dag een verhaal om in de media weg te zetten. Want we hebben altijd één bron is geen bron. Je moet altijd je bronnen checken. Maar als de overheid het zegt, gaan we geen bronnen checken. Mm-hmm. Dus Amerika weet dat. Dus als het ministerie van Defensie iets zegt, dan wordt het, zoals de politie het zegt, dan nemen we dat klakkeloos over. En zo worden er elke dag klakkeloos allerlei verhalen overgenomen die helemaal niet waar zijn. Hoeven te zijn. Ja. Alleen we hebben een media gekregen, ik zei al, dat is eigenlijk een schoothond. Als je de Nederlandse correspondenten hebt, hoe weten wij wat er in Amerika gebeurt? Omdat we Nederlandse correspondenten hebben in Washington. Maar wat doen die correspondenten? Die lezen de Amerikaanse media, die kijken de Amerikaanse media en nemen dat over. Maar ik heb het voldoende aangetoond in de Patronen van Bedrog, maar er zijn voldoende verhalen. Die Amerikaanse media wordt... is een instrument in de Amerikaanse hegemonie. De Amerikaanse media speelt het spel mee. Die gaan de vuile was niet buiten hangen. En er zijn zoveel voorbeelden waarbij verhalen worden tegengehouden of afgeremd, omdat het niet goed is voor het Amerikaanse verhaal. Wat China natuurlijk ook doet. En wat hoort bij een wereldmacht. Rusland doet dat ook. Alleen wij denken altijd dat Amerika het niet doet. En we zijn wat op een grenzeloos naïef. En keer op keer worden belazerd en keer op keer trappen we erin. Bij BNR, ik ben niet welkom, want ik ben het teveel een alternatief geluid. Dus wie vragen ze elke keer? De chef-econoom van ING en ABN AMRO, die keer op keer heeft laten blijken het ook niet te snappen. Maar dat is wel eens een beetje om cynisch van te worden. Ja, ze doen het wel goed. Ik vind toevallig laatst dat ik hier een heel mooi voorbeeld van, dat ik in mijn eigen omgeving had gemerkt. Dat ging over al die voetballers die transfers maken naar Saoedi-Arabië nu. Ik had het over dat ik dat ergens al begreep of dit, dat. En dan, nou, als je dat doet, dat kon niet. En het was een schandalig land. En als je daarheen een transfer maakt. Ja. Dan zei ik, maar vinden we niet allemaal samen Amerika helemaal de shit? Terwijl Amerika minstens zulke afschuwelijke dingen gedaan heeft. Ja, je mag en dat het gaat niet er niet in. Je mag nou, het niet zeggen. Ik verpest een heel feest als ik daar te lang over doorga. Nou, ik zeg altijd, I'm a party pooper. En het is letterlijk tegen een collega van RTL gezegd. Toen ik nog bij RTL werkte, hadden we altijd een borrel in het Beurscafé. En toen is er letterlijk gezegd, toen ik naar het toilet ging door de hoofdcommunicatie van Euronext, waarom speelt Willem het spel niet mee? Mm-hmm. Ja, dat is heftig. We moeten een beetje op de tijd letten. Ja, is goed. Hoe lang hebben we nog? Ik had nog wel één vraag. Jij zei net van, China, dat is echt een grote speler aan het worden. Die gaat misschien de hele boel overnemen op een hele tactische manier binnen die BRICS-alliantie. Zeker met de renminbi. Je zei net ook van, dingen in de Nederlandse media worden best wel gekleurd. Ook over China. Ik ben zelf een paar keer in China geweest en ik heb dat land heel anders ervaren dan hetgeen wat je online voorbij ziet komen. En ik weet dat jij daar vaak ook bent geweest en wordt uitgenodigd. Wat is jouw ervaring daar? Ja, ik vind de persoonlijke vrijheid in China, als je niet met politiek bemoeit, bijna groter dan in Nederland. Ja. In Dubai trouwens ook, tijdens de corona. Tijdens de coronacrisis kon je daar zonder pasjes gewoon een restaurant binnen. Het wordt niet geloofd als je dat in Nederland zegt. Dus ik heb een heel ander beeld gekregen van wat een totalitaire staat is en wat een democratie is. En het is niet zo dat de democratie heilig is en dat de totalitaire staat het fascisme is. Je moet daar genuanceerder over denken. Mooi voorbeeld, ik volg iemand op Twitter. Een Fransman, die heeft een Chinese vrouw. Die had een camper gehuurd. Die heeft een maand lang door China rondgetrokken. Die is pas op de 27e dag door de politie een keer ergens gecontroleerd. Hmm. Nou, als dat een totalitaire staat is, met een soort politiestaat. Ik was in Dubai 10 dagen. Ik heb 2 keer een ambulance of een sirene gehoord. Ja. En ik heb geen agent op straat gezien. En er is geen criminaliteit. En dat is dan... Dat zijn dan de totalitaire staten waar we bang voor moeten zijn. En de werkelijkheid ligt genuanceerder. En ik zeg altijd iedereen, ga zelf kijken, ervaar het. Ja, eens. Mooi eigenlijk. Cool. Ja. Hele mooie om mee af te sluiten. Willem, dank je wel. En
ja, fascinerend. Ik blijf zeker het in de gaten houden. En wie weet dat we in de toekomst nog een keer een start kunnen geven aan dit interessante gesprek. Dank je verzoek. Ik heb begrepen dat wij wat gegevens gaan ontvangen met betrekking tot jouw fonds. En dat dat terug te vinden is in de bio. In de beschrijving, yes. Geen probleem. Ja, zeker. Lijkt me goed. In de show notes. We zullen wat informatie aanleveren. Is goed. Ik vond het heel leuk. Dankjewel. Dankjewel. Doen we nog een keer. Zeker, laten we dat doen. Dankjewel. Top. Ciao.